zijn onverzettelijkheid. Als ik hem weer voor me zie, proef ik nog steeds die angst voor eenzaamheid. En die bukt, dan ben je een held. Dat is wat ik nu doe. Dit verhaal dat moet verteld. Hartstikke bedankt voor jullie aandacht. Het is heel eind vanuit Amsterdam naar Almelo. Maar soms komen ze nog eerder dan je denkt, want het zou pas 5:30 zijn. En hier is meneer Klaas Knot. Ik wil allereerst iedereen van harte welkom heten op deze opening van een bijzondere tentoonstelling. Het verzet kraakt. En zo kan ik het dus ook vertellen. Op 15 november 1944 haalde de knokploeg Almelo ruim 46 miljoen gulden op. Als je dat even gaat omrekenen naar de euro's van vandaag, dan heeft dit over ruim 290 miljoen euro. Bij een filiaal van de Nederlandse bank hier in de stad. Dat was geld dat door Sijs Inquart en zijn handlangers hier gebracht was. Vanuit de Amsterdamse kluizen. Waarschijnlijk met als oogmerk om zo snel mogelijk door te vervoeren naar Duitsland. Uiteindelijk, hè, wellicht al anticiperend op een vlucht. Ik ben hier vanmiddag naar Almelo gekomen om deze tentoonstelling te openen die gewijd is aan de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis. Als bedoeling om daarvan onderduikers te kunnen ondersteunen enzovoort. Ja, helaas, hè, we weten dat het niet goed is afgelopen, maar het is toch een dappere daad geweest. En ik denk dat de mensen die dat gedaan hebben ook het gewoon verdienen om voor te leven in ons geheugen, in onze historie. En daardoor vind ik het erg goed dat deze expositie daaraan gewijd is. Dit specifieke feit kende ik niet. Ik wist wel dat er andere verzetsdaden waren geweest waarbij Nederlandse bankemployés hadden geholpen. He, u kent de broeders van Hal in Amsterdam en het verdonkere manen van effecten waarmee ook onderduikers ondersteund werden. Dus dit specifieke voorbeeld kende ik niet, maar het verbaast mij totaal niet.